Hartelijk welkom allebei bij een nieuwe review van een rollerbaan. Heute stehen wir in Westenberg-Roost. Mijn Duits is slecht, ik weet het, ik probeer mijn passie over te brengen via YouTube om video's en zo. Maar we zien hier bij een Alpine Coaster, een Kurse Coaster, maar een Goethe Coaster voor kleine kinderen. Het is niet zo snel en niet zo wild. Zo voor de kinderen is dat veel spas, kunnen ze full gas naar onder varen en kunnen ze daar spas mee maken. Zo, we gaan onder naar dat berg, want daar is die bergstation. We gaan hier naar boven en we zien ons op die rode baan. Zoals bij veel rode banen is niet alleen die rode baan daar, ook een minigolf, trampoline, speelplaats. Maar we komen voor die baan en dat is daar. Ja. Los geht's! Ja! Ja! Herzlich willkommen Leute, alle auf die Rodebahn hier. Ist nicht so lange Rodebahn, sehr kurz. Sie haben eine Kreisel hier, zwei Jumps und das ist die ganze Bahn. Aber für die Kinder, was wir mitgebracht hatten, hallo Jenen. Hallo! Is dat veel spas? We gaan gans naar boven. Hier nemen is nog een, ja, wie zegt dat? Een rure roetje op die berg. Maar ja, wie mag het dat niet? Dus ik kan niet over denken. Maar ik vind het dat niet. Ik vind die rollenbanen varen vind ik dat veel beter. Ook met die kinderen, die kunnen goed zitten. En met die tubes, die ruren, kunnen ze niet naar onder met kinderen. Zo, we varen alleen die rollenbaan heute. Hebben we daar zin aan? Ja. Dat is in Duits, hebben we daar zin aan? Ja, wat is dat in Duits? Ik weet niet, wie gaan... oh ja, we hebben lust. We gaan die hebel naar voren drukken. Gans naar onten. Dat is geil. En we gaan dat niet meer naar boven halen, we gaan niet bremsen. Ohne bremsen naar unten op die baan. Here we go. Die eerste stuk van die baan is ganz rurig. Nou, twee curven, maar niet zo snel. Daar staat mama auto. Daar staat je oude auto, ja. Oké, je gaat wat sneller voor die curve, maar nog niet ganz snel. Dan gaan we weer naar links, nog een curve. Want hier kreeg je twee jumps, een, twee, een beetje airtime, maar niet zo veel. Die laatste curve is die beste van die baan hier, dat is die kruisel. Die kreeg je full gas naar onten. Bremsen. Wir bremsen. Hopsa. So. Und wir sind da. Fanden Sie das Spaß? Ja. Ja? Ja. Er muss verdenken, aber Sie fanden das Spaß. Kürzebahn. Sehr Kürzebahn. Aber schöne Bahn. So Leute, ich habe nicht so viel gesagt. Es ist eine Kürzebahn mit zwei Jumps. Drei eigentlich hier. Om de startbaan is om sneller te maken, maar die andere twee is met een beetje airtime. Wie zegt dat? Lustgelust. Peter Schelling had dat allemaal. Lustgelust van die aarde, met je Tom. Ja. Lange truc. Die kruisel is dan goed. Maar wat ik gezegd had, voor die jonge kinderen is dat zeer schön die baan. Maar voor die oude kinderen, het is niet zo wild. En ze willen toch wild varen en dan
snel nach unten und alles. Aber wir haben hier mit einer Familie Spaß gemacht. Für die Familie ist es super schön. Sie können auch Minigolfen, sie haben eine Trampoline. Ist sehr schön hier für eine kleine Tag zu besuchen. Wir gehen weiter nach der nächsten Rodelbahn, nächste Kirmes, nächste Schwimmbad, nächste was anderes. Und wir sprechen uns dann wieder. Tschüss!